mooie dag van maken. Ik mag de rally wegvlaggen omdat ze mijn foto, een foto van mij hadden gebruikt voor de uitnodiging van de rally. En toen vroeg ze of ik er nog verder bij betrokken wou worden. Je hebt vorig jaar zelf een wens in vervulling kunnen laten gaan. Kan jij vertellen wat voor wens dat was? Nou, de eerste wens was om in een simulator in Eiburg te gaan zitten. Daarna ging ik in een Ferrari naar een militair vliegtuigmuseum. En daar mocht ik eerst in een oude 16, die stond daar opgesteld, en daarna in een simulator. En wat vond je het leukste daarvan? Oh nou ja, ik heb ook nog een golf, maar ik denk wel de simulator. Eerst ga ik dus de auto's, een paar auto's wegvlaggen. Daarna ga ik met Michel meerijden in zijn BMW Z4. En dan is het volgens mij... Oh ja, dan mag ik nog de cheque overhandigen die ermee is verdiend. Aan doelwens. Waarom doet u mee? Nou, voor de lol, voor het mooie weer en voor de make-a-wish. Hè? Dus voor ons de lol en voor de kinderen de wens. Ja, de wens. Zo, Roemer. Nou jongen, kom er maar in. We hebben feestdag vandaag, dus we moeten even de auto versieren. Ja, wat is jouw vraag? Dat er nu pas 2 foto's zijn geweest. Hoe gaat het tot nu toe, Roemer? Heel goed. Ja? Zijn jullie niet de weg kwijtgeraakt? Dat wel! Ja, heel makkelijk. Ging helemaal goed. Nou, we zijn een paar keer fout geweest. We hebben al 2 foto's gevonden. Een hele leuke rit. Ik zet hem al in. We gingen toen op een heuvel. Probeerden we te vliegen. Wat is de totale opbrengst van deze rally? 8125 euro. Ja. Meer dan een succes. Echt. Als dat door iedereen wordt gevonden als iets wat we over moeten doen, dan zijn wij daar wel voor te porren.